Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Karin Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer aan de slag met bruidswerk. Ik weet dat jullie daar heel enthousiast van worden en dat snap ik, want daar word ik ook heel enthousiast van. Vandaag gaan we namelijk een handgebonden bruidsboeket maken. En dat in een biedermeiervorm. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal, is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke bloemschikken video's die ik maak. En leer ik jullie alle kneepjes van het vak. Dus wil je niets missen, druk dan op die abonneerknop. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Dus weer aan de slag met een techniekles, namelijk een bruidsboeket maken, een handgebonden bruidsboeket maken. Ik denk de meest gebruikte techniek in het maken van een bruidsboeket. En ik ga het jullie weer stap voor stap laten zien, dus kijk gezellig mee. Allereerst ga ik alle bloemen goed schoonmaken. Voor nu maakt het niet uit welke kleur bloemen, wat voor soort bloemen je pakt. Maar ik laat jullie vandaag echt de techniek zien hoe ik die toepas bij het maken van de biedermeierboeket. Misschien doen andere mensen het wel op een andere manier, maar ik laat jullie vandaag mijn techniek zien. En zo krijg ik hem heel mooi rond. En wat mij betreft het mooiste bruidsboeket. Dus ik haal hier even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb alle bloemen voor me schoongemaakt. Echt tot aan bovenaan, al het blad eraf. Dus we kunnen gaan beginnen met het binden. Het is belangrijk voor deze techniek dat je de korrelschooftechniek goed onder de knie hebt. Die staat al online, dus heb je die nog niet geoefend, dan adviseer ik om die echt heel goed te gaan oefenen. En dan kun je eigenlijk al vrij snel dit bruidsboeket ook goed oefenen en maken. Dus we gaan gauw beginnen. We beginnen met de rozen en daaromheen bouwen we heen. Ik zorg altijd dat het echt een mooi bolletje is. Dat doe ik door te draaien en ook goed op de producten te letten dat ze goed naast elkaar heen lopen. Waardoor het echt een bolletje wordt. Ik begin dus met een roos en daar bouw ik elke keer omheen. Ik hou het bindpunt hoog en het boeket wordt ook compact. Dus dat is anders dan als je gewoon een boeket bindt. En dan leg ik elke keer de bloemen dan tegenaan. Doe ik gewoon een schoof. En zo maak ik een mooie basis van de materialen. Ik zorg dat de verdeling goed gemengd op elkaar overloopt. En ik pak elke keer wat grotere bloemen en daartussen doe ik het bijmateriaal. Ik heb het nu een beetje in paars-roze tinten, maar het gaat dus om de techniek. En zoals je kan zien hou ik echt die hoogte aan, dat het op één hoogte blijft. Ik heb niet veel echt uitspringende dingen. Af en toe een blaadje, maar ik zorg dat het echt een bolletje wordt. Soms kan het ook betekenen dat je bijvoorbeeld als je een bloemetje hebt met meerdere knopjes, dat dan één knopje net niet mooi uitkomt. Dan haal ik die eraf. En er gaan veel bloemen in zo'n bruidsboeket, dus daar moet je ook rekening mee houden. Goed naar mijn bloemen, alles mooi zit en mijn bindpunt is dus echt hoog en compact. Zo zie je dat hij heel mooi compact wordt. Mijn bindpunt is heel hoog en ik bind korenschoof. En zoals je ziet begint al iets licht een bolletje te worden. En dat werk ik verder uit naar beneden. Dat doe ik door echt... rond te werken en de bloemen er rond omheen te leggen. En ik let ondertussen ook goed op de verdeling, dat de bloemen en de kleuren mooi verdeeld zijn. Zoals je ziet zou het nou niet mooi uitkomen als ik deze helemaal erin doe.
Dus dan soms moet je dan echt een bloem eraf halen, waardoor die echt perfect was. Dus misschien zonder van het bloemetje, maar we willen natuurlijk het bruidsboeket echt perfect hebben. Zoals je kan zien begint het bruidsboeketje echt al mooi vorm te krijgen. Zoals je kan zien is het echt een mooi biedermeien boeketje, gewoon echt een bolletje. Ik let dus echt op dat ik van boven werk en dat ik dan aan de zijkant werk, zodat hij mooi rond en compact wordt. Dit is echt wel een techniek wat je echt weer vaker moet oefenen, waar je handigheid in moet krijgen en wat je ook echt moet zien. Mijn bindpunt is echt heel erg hoog en daarmee hou je hem ook mooi compact. Dus dat is wel belangrijk. En vanaf daar werk je ook naar beneden. Je kan hem eventueel nog afwerken met een bladrand. Het hoeft niet. Ik bind hem even af met caoutchouc. En daarna doe ik de lint omheen. Dit doe ik bewust zodat de stelen niet afgeven op het lint. Dus daar hou je het lint gewoon net wat schoner mee. Dus dat ga ik even doen. Zorg dat je een goede scherpe snoeischaar gebruikt. Ik knip hem altijd iets langer af dan dat ik hem werkelijk wil afknippen. Want straks ga ik dat nog helemaal mooi afwerken. Dan bind ik hem eerst even af met een touwtje. En ik hou het bindpunt dus echt hoog. Even een knoopje in. Dit is gewoon even voor mezelf. Ik ga hem straks nog netjes afwerken. Dan zorg je dat al het blad wat erin zit, of steeltjes wat niet zo mooi zijn, dat die er allemaal tussenuit zijn gewerkt. Dus dat je echt mooie gladde stelen hebt. Knip even het overige touw af. Zo. Dan ga ik hem dus eerst afwerken met caoutchouc. Ik gebruik caoutchouc van Oasis. Het maakt niet uit of je breed of smal dit op zich gebruikt. En dat doe ik echt goed strak. En dat doe ik tot zo ongeveer hoe ver jij het lint wil. Zo. Dan knip ik mijn bruidsboeket op lengte zoals ik hem wil. En dat doe ik op één lengte. En als het goed is voelt hij nou al heel lekker in de hand. Kijk die kleuren jongens, echt prachtig. En hieromheen doe ik lint en dat werk ik af met een knopspeldje. Ik wikkel het lint eromheen. En ik werk het dus af met een knopspeldje. Ik begin dus bovenaan en ik zorg dat het over het caoutchouc heen valt. Zodat je het caoutchouc niet meer ziet. En dan wikkel ik hem strak en netjes naar beneden. Thank you.
En elke keer als ik een wikkeling heb gemaakt, trek ik hem dus even goed aan. En als je hem dan op gewenste lengte hebt, doe hem altijd heel iets, een klein stukje verder dan het caoutchouc. Dan knip ik hem af. Sla ik het lintje altijd even terug, dan rafelt hij niet. En daarin steek ik een knopspeldje. En die steek ik altijd naar boven. Hou er rekening mee dat je hem echt naar boven steekt. En als je hem er dwars doorheen steekt, dan kan het zijn dat jouw bruid hem straks in de hand krijgt. Nou, dat wil je niet. Bloed en witte jurken, dat is allemaal not done. En dan heb je hem heel netjes afgewerkt. En dan hebben we een heel mooi bruidsboeketje. En dan kan er getrouwd worden. Hoe mooi zijn deze kleuren? Maar vooral de techniek is heel erg mooi. En ja, wordt eigenlijk veel gebruikt met het maken van het bruidsboeket. Je kan er echt mee gooien. Dus als de bruid hem naar achter wil gooien. Daarvoor is die prima techniek in elkaar. Er gebeurt echt niks meer. Dit overleeft echt makkelijk de dag van de bruiloft. Ik ben gek op deze kleur. Ik vind ze heel erg tof. En ik vind het heel leuk om met jullie te delen. Je kan ook nog mooi een parallel bruidsboeket maken. Maar dat laat ik jullie in een andere video zien. Ik hoop dat jullie dit weer een hele leuke en leerzame les vonden. Ik vond hem leuk om met jullie te delen, want ik maak dit graag. Vergeet niet, oefening baat kunst. Je hoeft het niet gelijk te kunnen. Ik doe dit al jaren en dit is ook iets wat ik echt heel tof vind om te doen. Dus ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. En dan zien we bij de volgende keer weer. Doei!